Bij voor- en tegenspoed staan wij met Robert de Ruiter te praten, de trainer van FC Lisse, naar een 2-0 nederlaag tegen GVV. Ik zei het net al, het gevoel 2 weken geleden was veel vervelender dan nu. Want toen had je kunnen winnen. Vandaag ja, zat er niet zoveel in, toch? Nee, we hebben redelijk kansloos verloren vandaag. Ja. Ja, we waren te licht en we waren niet goed genoeg. We hebben verdiend gewoon verloren. Ja, je zegt te licht. Ligt het dan aan GVV of ligt het aan Lisse of een combinatie van? Ik heb niet het vermoeden dat als we volledig compleet waren geweest, dat we wel hadden gewonnen. Dus het ligt meer aan GVV dan aan ons. Het is best lastig om op een goed bespeelbaar voetballend veldje, wat dit is natuurlijk,
om je mindere kwaliteit te compenseren met vechtlust en arbeid. Ja. Dat hebben wij thuis, kan je dat wat makkelijker doen op je gasveld. En op kunstgras is het gewoon lastiger. En dan komen de kwaliteiten, de voetballende kwaliteiten van de tegenstander beter tot hun recht. En dan word je geconfronteerd met een redelijk kansloze en terechte nederlaag. Ja, toch even, de 1-0, het was een beetje verwarrend. Dachten jullie dat het buitenspel was? Wat gebeurde er eigenlijk precies? Nee, er was een buitenspel, de situatie ging eraan vooraf. Ja. En die scheidsrechter was continu onraar aan het vlaggen van wel voordeel, geen voordeel. Maar hij stuit het gewoon twee keer in onze eigen 16 en we mogen het onszelf verwijten. Alleen ik denk wel dat we ons weer verkeken op het veld en het stuiten van die bal. Dit overkomt Niels natuurlijk nooit. Maar wij voetballen en trainen te weinig op kunstgras. En hij schat die bal verkeerd in. Die staat het over hem heen en hij komt hem tegen het ras binnen, die jongen. Eigenlijk een goal uit een niet-kans. Terwijl ze natuurlijk zat kans hebben gehad om wel doelpunt te maken. Waarbij Brian een behoorlijke staande weg was. En ook hun spitsen, vooral de Graaf, niet scherp was. Ja, je had al eerder gezegd, ingespeeld geheel. 5 à 6 man staan hier al jaren bij elkaar te voetballen. Ja, ik kan er ook wel weer van genieten, want ik vind het ook heel mooi om naar te kijken, GVV, bij Vlaag. Het spel wat ze laten zien. Ja, ik vond dat ze eigenlijk heel laf begonnen. Ik vond ze voor rust helemaal niet dominant en met de bil om te spelen. Ik vond het een heel saai potje. Ze speelden ook gewoon kopcirkel, ze zetten geen druk en ze kwamen eigenlijk weinig aan voetballen toe. Ondanks dat ik vond dat het middenveld voor rust bij ons niet klopte. Boyten en Hanne waren te vaak aan het zwemmen. Maar ondanks dat vond ik GVV ook geen grootste ploeg. Ja, en als je dan 1-0 voorsprong komt en wij gaan wat risico nemen en we gaan wat ruimtes weggeven. Ja, en je traint hier 3 keer in de week, dan kan je best wel redelijk excelleren. Maar dan vind ik het in die doelpunt het verschil nog tussen de nummer 3. En ons nog eigenlijk klein uitgedrukt. Dus, en we hadden de tweede helft ook gewoon nog één binnen kunnen prikken. Felix Vermeulen, ja. Ja, maar ook Luca natuurlijk. Ja. Alleen voor de keeper die te zacht inschiet. Ja. Maar goed, je moet er weer overheen groeien. Je hebt dan 3 wedstrijden bij verloren. Een paar tikjes misschien gekregen. Volgende week wacht de Dijk. Je hebt steeds gezegd 1.25 en daar blijf je aan vasthouden, toch? Blijf ik me vasthouden. We moeten volgende week wel winnen. Ja. Dan zitten we onder schema. En als we volgende week winnen, zitten we gewoon op schema. En ja, weet je, we hebben na de winterstop gewonnen van ploegen die onder ons stonden. We hebben verloren van ploegen die boven ons stonden. Dus we weten wat ons te wachten staat volgende week. De competitie verloopt eigenlijk vrij logisch tot op heden. En als dat ook volgende week dus doorzet, dan hier tegen de Dijk. Maar ja, voetbal is geen wiskunde. Nee, zeker niet. En ondanks dat wensen we jou weer een fijn weekend. Dankjewel, vanzelfde. Felice TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belasting.